Om de zoveel jaar naar de stembus te trekken, en dat is het dan? Niets is minder waar. In Brussel krijg je als gewone burger voortaan ook de gelegenheid om mee aan tafel te zitten, in het parlement met de parlementsleden. Niet om een kop koffie of thee te drinken, maar om de toekomst van Brussel mee vorm te geven. Hoezo horen we je denken? Verja, well, enkele keren per jaar worden er overlegcommissies opgericht. Dat is iets compleet nieuws. Elke overlegcommissie bestaat voor 1 vierde uit parlementsleden en voor 3 vierde uit gewone Brusselaars, zoals jij en ik. De Brusselaars worden gekozen via loting. Iedereen van 16 of ouder maakt kans, ongeacht je nationaliteit. Wordt jouw naam geloot, dan ontvang je een brief. Als je wil meedoen, antwoord dan ASAP. Wat is de rol van zo'n overlegcommissie? Die debatteert in het parlement over concrete voorstellen die door Brusselaars werden ingediend via een nieuw digitaal platform. Democratie.brussels. Burgers en parlementsleden formuleren samen aanbevelingen. Die aanbevelingen worden stuk voor stuk door het parlement behandeld en komen terecht op de tafel van de regering. Zij kunnen zelfs uitmonden in nieuwe Brusselse wetten. Kortom, vandaag kan je een directe bijdrage leveren aan de toekomst van Brussel. Mee deelnemen aan parlementaire debatten over mobiliteit, cultuur, gezondheid, veiligheid, de werkstelling, wonen en nog zoveel meer. Hou zeker je brievenbus in het oog, want daar is misschien net de brief ingevallen die de start is van een boeiend avontuur. Democratie.Brussels is een initiatief van het Brusselse hoofdstedelijk parlement en het parlement francophone Bruxellois.